Ik ga jullie het verhaal vertellen van Goudhaartje. Er was eens een klein meisje dat in een leuk huisje op een open plek midden in het bos woonde. Omdat ze prachtige goudblonde krullen had, noemde iedereen haar Goudhaartje. Goudhaartje, had haar moeder haar gewaarschuwd, ga nooit alleen het bos in. Je weet nooit wat je kan overkomen. Omdat het meisje erg gehoorzaam was, ging ze nooit verder dan de open plek rondom haar huis. Maar op een dag, toen ze in het groene gras wandelde, zag ze onder de bomen een mooi blauw bloemetje. Ze ging 3 stappen naar voren en plukte het. Een stukje verderop zag ze een witte bloem, nog mooier dan de blauwe. Weer ging ze 3 stappen verder en plukte die. Even verderop zag ze een tapijt van witte en blauwe bloemen. Ze rende erheen en plukte ze om een mooi groot boeket te maken. Toen ze alle bloemen geplukt had, wilde ze naar huis om ze aan haar moeder te geven. Maar, oh, wat een schrik! Ze wist de weg naar huis niet meer. Ze koos op goed geluk een pad en verdwaalde in het grote bos. Arm Goudhaartje, ze liep en ze liep maar door. Om haar heen zongen de vogeltjes, speelde de wind in de takken van de bomen en klaterden de beekjes over de stenen. Maar het meisje was doodmoe en ze voelde zich heel bedroefd. Ze begon haast te huilen, maar toen zag ze achter de bomen een heel klein huisje, midden op een open plek in het bos. Goudhaartje sloop er zachtjes naartoe. Ze keek door het raam naar binnen en zag dat het huisje er van binnen netjes en schoon uitzag. Ze vroeg zich af wie er woonde. Ze zag niemand en dus draaide ze de deurknop om en ging ze naar binnen. Het rook erg lekker in de kamer en Goudhaartje merkte ineens dat ze erge honger had na haar lange tocht door het bos. Ze liep naar de tafel. Op het mooie witte tafelkleed stonden 3 kommen soep naast elkaar. Een grote, een iets minder grote en een kleine. Het meisje proefde eerst van de soep uit de grote kom, maar die was veel te heet. Daarna proefde ze de soep van de middelste kom, maar die was veel te zout. Ten slotte proefde ze van de soep uit de kleinste kom. En die was niet te heet en niet te zout, maar precies goed. Goudhaartje legde haar lepel neer, pakte de kom in haar handen en dronk die tot de laatste druppel leeg. Om de tafel stonden 3 stoelen. Een grote, een iets minder grote en een kleine. Goudhaartje ging op haar tenen staan en klauterde op de grootste, maar die vond ze te hard. Toen probeerde ze de middelste stoel. Maar die was weer te zacht. Ze probeerde tenslotte de kleinste en die was niet te hard en niet te zacht, maar precies goed. Ze ging zitten, maar krak! Daar brak het kleine stoeltje doormidden en daar lag Goudhaartje op de grond. Toen besloot het meisje om de rest van het huis te gaan bekijken. Ze liep de trap op en ging de slaapkamer binnen, waar ze 3 bedden zag staan. Een groot, een iets minder groot en een klein. Ze was erg moe, daarom ging ze op het grote bed liggen, maar dat was veel te breed en te lang voor haar. Ze stond weer op en ging op het middelste bed liggen. Maar er kwamen allemaal veren uit het dekbed en ze moest aan 1 stuk doorniezen. Toen ging ze in het kleine bedje liggen. Het was precies groot genoeg voor haar en heerlijk zacht en warm. Goudhaartje ging lekker liggen en viel na een paar tellen in slaap. Intussen maakten de bewoners van het huis een wandelingetje in het bos, omdat de soep toch nog te heet was. Het was de familie Beer. Voorop liep de grootste, dat was papa Beer. Achter hem liep een wat minder grote beer, mama Beer. En achter hen aan kwam hun berenzoontje. Ze genoten van het zingen van de vogeltjes, het spelen van de wind in de takken van de bomen en het klateren van de beekjes over de stenen. Toen ze een flink eindje gewandeld hadden, kregen ze honger en ze besloten dat het tijd werd om te gaan eten. Ze namen de kortste weg naar hun huisje. Kom, laten we flink doorlopen, zei papa Beer met zijn zware stem en ging met grote stappen op weg. Ik heb vreselijke honger. Ik ben ook uitgehongerd, zei mama Beer met haar iets minder zware stem. Wacht op mij, wacht op mij, riep het kleine beertje met zijn piepstemmetje en hij dribbelde op zijn korte pootjes achter hen aan. Ze gingen 1 voor 1 hun huis binnen en liepen naar de tafel. Daar zag papa Beer dat zijn lepel in zijn enorme kom stond. Er heeft iemand aan mijn soep gezeten, zei hij met zijn zware stem. Mama Beer merkte toen dat haar lepel ook in haar iets minder grote kom stond.
Er heeft iemand in mijn soep geroerd, zei ze met haar iets minder zware stem. Ten slotte ging ook het kleine beertje naar de tafel toe, pakte een punt van het tafelkleed beet en keek in zijn kleine kom. Oh, iemand heeft van mijn soep geproefd, zei hij met zijn piepstemmetje, en helemaal opgegeten. Nu wisten ze zeker dat er een bezoeker het huis was binnengekomen en ze keken in alle hoeken van de kamer. Niemand had aan de etenswaren in de voorraadmand gezeten en ook niet aan de borden in de kast en de potten en pannen bij de gootsteen. De pot honing stond nog altijd op de keukenkast. Het kleine beertje, dat geen soep had, ging een lekkere boterham maken en zijn vader liep naar zijn grote stoel toe. Hij zag dat het harde kussen helemaal scheef lag. Heeft iemand op mijn stoel gezeten? Zei hij met zijn zware stem. Het kleine beertje maakte een luchtsprong van schrik. Gelukkig liet hij de pot honing niet vallen. Hij ging op zijn tenen staan en zette de pot op de keukenkast terug. Mama Beer ging naar haar iets minder grote stoel en zag dat haar lekkere zachte kussen helemaal gekreukt was. Er heeft iemand op mijn stoel gezeten, zei ze met haar iets minder zware stem. Het kleine beertje ging ook gauw naar zijn stoeltje kijken. Er heeft iemand op mijn stoel gezeten, zei hij met zijn piepstemmetje. En die is helemaal kapot. Woedend gingen de drie beren het huis doorzoeken om uit te vinden wie er bij hen op bezoek geweest was. Ze deden de kasten open. Niemand. Ze bukten zich diep om onder de tafel te kijken. Niemand. Ze staken een kaars aan, deden de kelderdeur open en slopen de treden van de keldertrap af. Niemand. Ze zochten onder het vloerkleed, in de schoorsteen, achter de deuren. Niemand hier, niemand daar, nergens iemand te vinden. Maar wie had dan de soep opgegeten? Wie had de stoel kapot gemaakt? Papa Beer, Mama Beer en het kleine beertje besloten verder te zoeken. Ze gingen de trap op en de slaapkamer binnen. Papa Beer liep naar zijn grote bed toe en zag dat zijn kussen verkeerd lag. Er heeft iemand op mijn bed gelegen, zei hij met zijn zware stem. Mama Beer liep naar haar iets minder grote bed toe en zag dat de lakens helemaal gekreukt waren. Er heeft iemand op mijn bed gelegen, zei ze met haar iets minder zware stem. Het kleine beertje huppelde naar zijn bedje. Het kussen lag op zijn plaats en de lakens waren mooi strak getrokken. Maar in het bed vond hij Goudhaartje die rustig lag te slapen. Er heeft iemand in mijn bedje gelegen en ze ligt er nog steeds. Oh, riep het beertje met zijn piepstemmetje. Toen ze de zware stem van Papa Beer en de iets minder zware stem van Mama Beer hoorde, dacht het meisje alleen maar dat ze droomde. Ze deed haar ogen niet open, maar zuchtte, gaapte en draaide zich om. Door het schelle stemmetje van de kleine beer schrok ze helemaal wakker. Ze schoot overeind en zag de drie beren op een rijtje voor het bed staan. Ze gaf een gil, sprong uit bed en rende naar het open raam. Ze sprong hals over kop naar buiten en zette het op een lopen. De drie beren waren eigenlijk heel aardig. Ze gingen niet achter haar aan om haar te straffen omdat ze de soep had opgegeten, de stoel had gebroken en in het bed had geslapen. Ze bogen zich uit het raam en keken haar na terwijl ze wegrende over de open plek. Vader Beer riep haar na met zijn zware stem. Dat komt er nu van als je niet naar je mama luistert. Mama Beer voegde eraan toe met haar iets minder zware stem. Je hebt je mooie boeketje laten liggen. En het kleine beertje leunde zo ver naar buiten als hij kon en riep met zijn piepstemmetje. Hé, meisje, neem het kleine paadje aan de rechterkant, dan kom je het bos uit. Dat deed Goudhaartje. Ze holde door het bos. Ze bleef niet staan luisteren naar het zingen van de vogeltjes en stopte niet om te drinken uit de beek. Ze plukte niet één bloem. Ze kwam al gauw bij de rand van het bos en daar zag ze haar moeder, die voor de deur van hun huis op haar stond te wachten. Ze vloog haar om de hals en vertelde het hele verhaal van de blauwe en de witte bloemen, van het lege huisje, van de soep die niet te heet en niet te zout was, van de kapotte stoel, van het zachte bedje en van de drie beren. Zie je nu, liefje, zei haar moeder, als je naar me geluisterd had, was je niet verdwaald en dan had je niet zo bang hoeven zijn. Vanaf die tijd is Goudhaartje weer altijd gehoorzaam geweest. Als ze alleen is, blijft ze altijd in de buurt van haar huis. Maar iedere keer als ze naar de grote bomen van het bos kijkt, iedere keer als ze een bloem plukt,
denkt ze weer aan haar vreemde avontuur. Dat kleine beertje was erg aardig, dacht ze. Zonder hem had ik de weg terug nooit gevonden. En ik had nog wel zijn soep opgegeten. Thank you.